Het is 9:45. Ik heb al ontbeten met 2 appels. Tenminste, ontbeten. Mijn pre-workout snack, om het zo maar te zeggen. En ik ga nu mijn benen weer trainen. Woep woep. Workout is gedaan. Ik hou echt van deze workout. Je hebt gezien, zelfs in een tropisch klimaat doe ik hem met alle liefde. Het zijn gewoon oefeningen die ik heel, heel, heel leuk vind om te doen. Mocht je hem ook willen doen, dan heb ik hem hieronder heel even voor je uitgeschreven. Hij is net iets anders dan die ik met Nilou heb gedaan in januari. Ik heb hem iets makkelijker gemaakt, omdat ik anders flauw val. En dat willen we niet. Ik ben gewoon een stuk minder fit dan in januari. Dus ik doe nu gewoon wat ik kan. En het is een makkelijkere versie. Dus mocht jij hem ook willen doen, dan staat hij hieronder. Nu snel ontbijten, want ik heb vette honger. En ik ontbijt met havermout, een beetje hazelnootgruis wat ik weer heb gevonden. En blauwe bessen. Mmm, lekker. Oh yeah, ik heb weer een glimkopie van de Nivea. Weet je wat ik dacht? Misschien is het leuk om te laten zien wat ik allemaal gemist heb op reis. A.k.a. de luxuries van Nederland. Laten we meteen beginnen met mijn badjas. Ik hou ervan, dat ding is echt... Oh, zo fluffy. En ik hou van badstof. Stefan, die houdt er absoluut niet van. Maar ik ben er gek op. Hij is gewoon van de IKEA. En hij voelt echt als een luxe hotel badjas. Mijn unicorn trui. Deze heb ik vlak voordat ik wegging gekocht bij de Primark. En ik ben zo verslaafd aan het ding. Mag ik erin wonen? Washi tape. Ik heb zelfs nagedacht om een rolletje mee op reis te nemen. Dit is misschien 1/4 van de collectie. Leuke sokjes, zoals mijn ijsjesokken. Mijn gezichtsborstel van Braun. Wow, wat heb ik deze gemist, joh. Dit is zo lekker. Hoe ziet de dag er tot nu toe uit? Nou, de workout is gedaan. Het ontbijt is gedaan. Een douche aankleden is ook gedaan. Eeuw, verzekeringspapier invullen. Het is goed dat ik een draaiboek heb, want hier heb ik zo geen zin in. Let's do this. Een motiverende teamsong helpt wel hierbij. Let the sunshine, let the sunshine, woep woep. Sinds ik terug ben, schijnt eindelijk de zon. Let the sunshine, let the sunshine. Oké, stomme verzekeringspapier. Yo, wat een opluchting. Dit is gebeurd. En ik ben iets eerder. Deze klok loopt voor. Dus ik heb lekker eitjes gebakken, even chillen en dan ga ik verder met editen. En toen was ik te moe. Ik ga even een dutje doen, mijn hersenen functioneren niet meer. Powernapjes zijn trouwens supergoed. Als je efficiënt wil zijn, kan je echt, als je moe bent of een beetje zo'n inkakmomentje hebt rond 4 uur... kan je echt het beste eventjes een 15 minuten gaan liggen. Dat werkt echt top. Het is ongeveer 5 uur en ik ben weer woep woep wakker. Ik voel me wel een stuk frisser, maar het duurt voor mij altijd eventjes om wakker te worden. En als je denkt, oh, ze heeft een jetlag. Nou, ik hou gewoon van ditjes. Maakt niet uit. Los van jetlags en dat soort dingen. En ik heb een hele bak met cherry tomaatjes als snack gepakt, want ik heb best wel honger. En ik wil wel eventjes meteen doorwerken met editen. Want er is nog een zekere video over een toilettasje of zo die ik beloofd heb. Ja, daar moet ik maar eens aan gaan werken. Ah, hij wordt leuk, hij wordt leuk. Kijk. Yeah. Mijn boots heb ik ook heel erg gemist. Deze vond ik te veel van het goede om mee te nemen. Ik heb hem trouwens eventjes een beetje gefascineerd. Ik heb een skinny aan met hier gaas. Ik weet niet of je dat kan zien. Zo, ja. Een skinny en een kanten topje. En een leger jasje. Want we gaan eten bij een plek die ik ook heel erg gemist heb. En dat is Burgemeester. Love that place. Ik ben echt zo gek op hun vegetarische burgers op een salade. Ah, zoveel zin in om dat te gaan eten.
Mag ik een mini trio als maaltijdsalade? En dan wil ik de falafelburger en 2 keer de manchego burger. Ja. Alright. En mag ik de meester beefburger? Meester beefburger. Nederlands. Stefan heeft een mini kipburger en wat is het? Master beefburger. Master beefburger. Ik heb een falafelburger. Een manchego burger en er komt nog een mini manchego burger aan. Winning in life. Ja, vind je wel leuk. Ja. Nog iets wat ik heb gewist, autorijden. Wee! Stefan heeft net ijs gehaald bij IJskuipje. Hij heeft, wat heb je, praline en? Hazelnoot. En hazelnoot. Wat zei je over die praline? Wat zei je over die praline? Weet ik niet. Oh, wel. Nee, wat dan? Huh? Geen idee. Geen idee? Born in a cup? Nee, praline is lekker, Jack. Oh. Maar dan moet jij het zeggen, want jij zegt lekker. Is dit oké? Okay? Ja, is oké. Okay. Vroeger dacht ik dus dat rijden in Amsterdam heel eng is. Heel eng. Maar dat valt best wel mee. Sky lekker, Jack. Sky lekker, Jack. Oh, goed zo, schat. Wacht, ik moet hier een vet hoge stoep op. Hoe dan? Nee, dat is erg hoog. Dat kan echt niet. Nee, dat ga ik niet aan de borsten. Oh, ga ik maar, weet je, ik rij maar gewoon achteruit. Kunnen wij dit doen? Dit zou het wel lukken, denk ik. Winning life! Als je de vlog zo wat langer kijkt, Stefan gebruikt zijn beursje nog steeds. Deze had ik voor hem gekocht in Hongkong. Omdat hij niet wist wat BFF betekende. In de shoplog van Hongkong leg ik het verhaal hier achteruit, maar hij gebruikt hem dus nog steeds. Het is iets over 12. Ik ga slapen. Ik hoop dat je het leuk vond vandaag. Gewoon een standaard dag in Nederland. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen weer als je geabonneerd bent. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, wow, er komt nog zoveel tofs aan. Abonneer je dan hier door hier te klikken. En mocht je nu meteen meer vlogs willen zien, dan kan je hierop klikken voor de vorige aflevering en sowieso de afspeellijst van alle travelvlogs waar ik allemaal ben geweest. Wanneer je dit ziet, dan ben ik op een cruise. Op Instagram kan je precies zien wat ik per dag doe. Deze vlogs lopen zeg maar een week achter, dus mocht je willen weten wat ik vandaag heb gedaan, dan kan je eventjes op Instagram kijken. Dankjewel voor het kijken. Welterusten, tot morgen.